Hi Waterman, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 35. En dat is van maandag 29 augustus tot en met zondag 4 september. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Waterman, alsof de aankomende week een week is waarin je happy bent, blij bent, dingen voor elkaar krijgt. Het lijkt gewoon eigenlijk helemaal niet mis te kunnen gaan. Ik heb echt het idee dat je een soort van verliefd wordt, dat je een soort van blij wordt, dat je alles wat je wilt voor elkaar gaat krijgen. En het mooie is, er komen ook nog eens hele mooie plannen uit. Ik heb echt het idee dat het ineens een bepaalde switch is in je denken, in je doen. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar er is voor jou iets veranderd wat ineens heel erg fijn gaat voelen. En ik heb het idee dat je er enthousiast van wordt en dat je de mensen in mee kan gaan nemen. Je lijkt deze week gewoon echt een magneet te zijn voor happiness, voor blijheid, voor goede dingen. En natuurlijk, je hoeft niet altijd alleen maar gelukkig te zijn, maar je lijkt gewoon een stuk te pakken te hebben deze week voor hoe je dingen voor elkaar wil krijgen, hoe je dingen wil aanpakken en ook hoe je ermee aan de slag gaat. Het is gewoon een heel fijn stuk waarin je heel veel vrolijkheid zal en kan en mag gaan ervaren. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens sowieso een super fijne week.